Welkom bij de examentraining over de citroenzuurcyclus. En we kijken wat breder dan alleen de citroenzuurcyclus naar de hele dissimulatie van glucose. Die dissimulatie van glucose vindt plaats bij de primaire consumenten en bij de hogere orde consumenten, maar ook bij de reducenten en zelfs bij de producenten vindt die dissimulatie plaats. En die vindt plaats in de cel en dan in het cytoplasma en in het mitochondrium. En ook plantaardige cellen hebben mitochondria. En ook gistcellen hebben die. Hier zie je zo'n mitochondrium en je ziet dat die verschillende membranen heeft. Een dubbelmembraan. En daar krijgen we straks mee te maken bij het laatste gedeelte van de afbraak, de dissimulatie. Bij de oxidatieve fosforilatie. We krijgen te maken met energiedragers. NAD+ kan 2 elektronen en een haartje opnemen. En daarmee wordt die gereduceerd. En wordt die dus een NADH. En hij kan ook weer terug. Dan geeft hij die energierijke elektronen af. Redoxreacties dus. En NADH is de energiedrager. Hier zie je het overzicht van de dissimulatie van glucose. Bovenin zie je een C6, die gaat de cel in, die komt dan in het cytoplasma. En in het cytoplasma vindt de glycolyse plaats. En in het mitochondrium vindt de citroenzuurcyclus plaats. En op het membraan de oxidatieve fosforilatie, de rode pijl onderin. Je ziet welke energiedragers er vrijkomen, de CO2'tjes die afgesplitst worden. En de ATP's. Goed. Een mitochondrium. En hoe is het ook alweer wat ik net vertelde? Glycolyse vindt buiten het mitochondrium plaats. Daar ontstaat ATP bij. En er ontstaat NADH en elektronen. En die NADH die wordt overgebracht naar het membraan van het mitochondrium. Dan gaat een pyruvaatmolecuul, dus een afgebroken glucose, gaat het mitochondrium naar binnen. Daar gebeurt de citroenzuurcyclus, waarbij ook weer ATP ontstaat. En NADH's en FADH's. En die FADH's lijken heel veel op die NADH's. En het verschil ertussen zien we straks. Dan kan hier op dat membraan de oxidatieve fosforilering gebeuren, waardoor veel ATP ontstaat. Dit is het overzicht. Gaan we even verder bekijken. De glycolyse die vindt plaats in het cytoplasma en er ontstaan 2 pyruvaatmoleculen. En voor iedere C6 die erin gaat, zie je dat er 2 C3-moleculen ontstaan. En die gaan het mitochondrium in en na de citroenzuurcyclus de oxidatieve fosforilering. Nou, de glycolyse, wat ik al zei, 1 glucose gaat erin en dat kost 2 ATP. Om die te gaan splitsen. En daar komen 4 ATP's vrij. En er komen ook vrij 2 NADH's. Dus netto is het wat vrijkomt. 2 ATP's en 2 NADH's per glucosemolecuul. En er ontstaan op dat moment 2 pyruvaatmoleculen en 2 watermoleculen. Dit kost energie en dit levert op. Goed. We hebben hier de pyruvaatmolecuul links en die moet naar binnen het mitochondrium in. Als die daar binnen is, wordt er 1 CO2 afgesplitst en er komt een NADH vrij. En het molecuul wat vrijkomt bindt aan acetylcoenzym A. En dat molecuul gaat de citroenzuurcyclus in. Wat je net gezien hebt, zie je boven de cirkel staan 2 acetylcoenzym A's. En is een CO2 afgesplitst, zie je helemaal bovenin samen met 2 NADH's. Het verschil wat je net zag met de aantallen betekent dat hier 2 pyruvaatmoleculen gebonden zijn aan die coenzym A. Dus daarom zie je het hier in tweevoud staan. Er komt een C3, de bolletjes zijn C-atomen. Er komt een C3-molecuul binnen. 1 CO2 gaat eraf, dus er blijven 2 over. Die bindt aan acetylcoenzym A. Daar zitten dus die 2 C'tjes nog aan.
Het coenzym A wordt weer afgesplitst. En die 2C-moleculen die gaan de citroenzuurcyclus in. Je ziet dat in de citroenzuurcyclus, let hier even niet op de plaats waar de zwarte pijlen staan, maar in de citroenzuurcyclus wordt er twee keer een CO2'tje afgesplitst. We waren begonnen linksbovenin met 3 C's, we zijn er al eentje kwijt. In de citroenzuurcyclus raken we de overgebleven 2 kwijt. Er komen 3 NADH-moleculen bij vrij, energiedragers. Er komt een ATP vrij en een FADH2 komt er vrij. En je ziet de CO2, die is de alle C's die erin gegaan zijn, ze hebben nu gereageerd met zuurstof, dus zijn hun energie kwijt. Hier zie je het plaatje van Bidas. Als je het hier natelt, zie je dat de verschillende moleculen vrijkomen, energiedragers. Je ziet de namen van de moleculen erbij staan en de omzettingen gebeuren met behulp van enzymen. Na de citroenzuurcyclus kijken we naar de oxidatieve fosforylering. En je ziet dat er 34 ATP's bij vrij gaan komen. 6 zuurstofmoleculen bij nodig zijn. En dat er een aantal NAD-plussen en FAD's geregenereerd worden. Hier zie je de oxidatieve fosforylering. Je ziet het membraan van het mitochondrium zitten. En je ziet de verschillende eiwitten. In het membraan zitten eiwitscomplex 1, die verschillende andere eiwitten die geen H-plussen naar buiten pompen. Dit plaatje heb ik bewerkt en het ziet er dan zo uit. Er komt een NADH-molecuul en die bindt aan eiwitcomplex 1. Die wordt omgezet in NAD+ en de elektronen worden doorgegeven. En doordat die elektronen dichter naar de kern toe gaan, raken ze hun energie kwijt. En die energie kan gebruikt worden door in dit geval een H+ naar buiten te pompen. Er ontstaat dus een H+ gradiënt met veel H+'en aan de bovenkant en minder aan de binnenkant. Het elektron wordt doorgegeven, komt hier weer bij zo'n complex en er wordt weer een H+ naar buiten gepompt. En hier ook voor de derde keer gaat er een H+ naar buiten. Dus wat er nu gebeurd is, voor elke NADH-molecuul worden er 3 H+'jes naar buiten gepompt. En die willen natuurlijk weer gauw terug naar binnen. Er zijn nog 2 H+'en in het stroma aanwezig. En er is ook een halve O2, een halve zuurstofmolecuul. Die reageren met elkaar tot water. En wat je nu ziet is dat er door een ATP-pomp een H+ naar binnen gaat. Volgens zijn concentratiegradiënt gaat hij van buiten naar binnen. En dat kan gebruikt worden om werk te verrichten. Dus om een inorganische fosfaatgroep te koppelen aan een ADP. En er ontstaat 1 ATP. Je snapt dus dat er voor elke NADH, omdat er 3 H+-ionen naar buiten gaan, ook 3 ATP's gemaakt kunnen worden. En hier krijgen we de FADH2, die bindt niet aan het eiwitcomplex 1, maar die bindt aan de paarse Q. Dat betekent dat hij ook nog maar 2 H+ ionen naar buiten kan pompen wanneer hij zijn elektronen doorgeeft. NADH plus H+ levert dus 3 ATP's en FADH2 levert er dus 2. En dat was tevens het einde van de citroenzuurcyclus examentraining. Veel succes met studeren!